Zo, welkom terug bij een nieuwe dag van de Aquaponics Geodome Build. Dag 24 en het is weer verschrikkelijk warm. Schoeiende hitte, waar is die zon daar? Maar goed, we zijn dus weer bezig met mythes. In ieder geval die dingen. En dan op maat, ik moet er nog 19 of zo. En dan gaan we daarmee aan de slag. En we krijgen ook nog wat hulptroepen vandaag. En ik heb ook wat lijnzaadolie gehad. Wat laatst bijt. En dan kunnen we die houten dingen een beetje impregneren. Met lijnzaadolie. Dus. Maar goed, laten we eens wat driehoeken gaan maken. Ik had er wel eentje ingesmeerd. Als de dieren gaan heel snel weg. Niet impregneerd. Dus ik hoop dat dit al voldoende zal zijn. Gaat meemaken in ieder geval. Ik heb ook nog zitten denken aan die Shaobao Japanse vuurmethode om het houten moleculair niveau een laagje te laten verschroeien zodat het ook antibacteriaal ontschimmeld wordt, maar ik denk dat het dan een beetje de maat gaat wegschroeien en dat het dan niet meer klopt. Dat is een beetje te lijn. Daarom gewoon lijn met olie. Wel gekookt, je hebt er nog ongekookt, maar ja. Ik wil het best. Zo strak in de leeuw ook niet te zijn. Dacht ik zelf. Tenzij je anders denkt, moet je het even laten weten. En goed, ik ga weer even verder knallen hier. Om de hitte. Trucjes te gaan. We gaan eens even eten. Vanavond even door. Even wat driehoekjes. Al gebijtst kleine olie. Ja, die zijn ook al gelakt en zo. Nieuwe lakstation. Nou, die is alweer geleegd. Was lakstation. Afdeling. Ja. Afdeling lak en plak. Ja. Hoi tegen de camera. Hoi camera. Oh, fuck jongen. Laat je om met rust. Dus ja, schiet wel lekker op zo. Hier hebben we nog wat zeil. Wat er overheen gespannen gaat worden. Ben benieuwd hoe dat gaat. Die dag gaat voor elkaar. Het is een sleutje gewoon. Maar goed, kom wel verder.